In een flat in de Dordtse wijk Wielwijk heeft in de nacht van zondag op maandag een zeer grote brand gewoed. Het vuur ontstond rond 1:10 op de 11e verdieping in de Short Stay Facility aan de MH Trompweg en breidde snel uit. Bewoners moesten de flat uit. Een deel daarvan heeft de brandweer natuurlijk zelf ontruimd. Sommigen zijn zelf ook naar buiten gekomen en die zijn opgevangen tijdelijk vannacht in het Van der Valk hotel in Dordrecht, hier niet ver vandaan. Daar hebben ze een aantal uren verbleven voordat ze weer veilig en wel terug naar het flatgebouw konden. Daarbij moet ik wel zeggen dat de verdiepingen 0 tot en met 8, die zitten weer in hun woning. Die woningen zijn ook onaangetast, daar is het veilig, die kunnen daar gewoon slapen en die kunnen daar verblijven. De woningen waar het echt om gaat, dus het brandverdieping 11 en 12 en die eronder liggen, 9 en 10, die zijn onbewoonbaar. De mensen die daar dus wonen, die zijn vannacht in de vroege uurtjes van de ochtend opgevangen in de recreatieruimte. En die hebben daar een veldbed, zoals dat heet, gekregen. En dat is geregeld door de gemeente in samenwerking met bevolkingszorg en het Rode Kruis. Hoe nu verder? Ja, nu wordt er onderzoek gedaan. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Is er sprake van opzet? En ja, daar heeft het alle schijn van. We sluiten natuurlijk niks uit, want het is niet de eerste keer dat hier brand woedt. Ook niet de eerste keer op deze etage. Zaterdagavond, op zondag, heeft er natuurlijk ook hier brand gewoed. Dat mag geen toeval zijn, maar ja, vooralsnog kunnen we geen conclusies trekken. Dus er zal forensisch onderzoek moeten worden gedaan. De politie heeft ook plaatsdelict gemaakt. De politie vermoedt ook brandstichting en komt daarom graag in contact met getuigen. Bij de brand raakte niemand gewond, al zijn er wel meerdere personen nagekeken omdat zij rook hadden ingeademd. In de flat en in de buurt is het al lange tijd onrustig. Zo zijn er dit jaar in de wijk al meerdere autobranden geweest. Waren er vorig jaar branden in flats in de buurt en afgelopen oktober werd het gebouw nog ontruimd na een bommelding.